Hallo beste mensen, dat was natuurlijk eventjes een mooie avond gisteren toen Rutte de stekker uittrok. Het is precies volgens de planning, wat ik in het vorige vlogje ook al aangegeven heb, en CDA heeft weer laten lopen. Die staan alweer als een schriel schoothoorntje bij. In plaats van dat ze zelf de stekker op stikstof eruit hadden getrokken, Rutte heeft natuurlijk aangevoeld dat het hem niet ging worden. Dat de druk op het CDA dermate opgevoerd zou worden en dat die na de zomer de stekker eruit gingen trekken. Dus wat denkt Rutte? Ik pak hier vandaag de lead nog net voor de vakantie. Het gevolg is, ze zijn nog demissionair. Dat is nog wel even een dingetje. Want het gaat er nou om of stikstof en al die landbouwmaatregelen, of die controversieel verklaard worden of niet. Worden die niet controversieel verklaard, dan rammen ze gewoon demissionair gewoon door. Daar wil ik jullie wel eventjes voor waarschuwen. En daar wil ik ook Den Haag voor waarschuwen. Als jullie denken dat wij een slaapgesus zijn, dan zijn we niet. Ja, dat waren we vorige keer ook niet met die stikstofwet. LTO wel. En al die andere belangenclubs, die hebben toen ook voor de stikstofwet gestemd. Eventjes met de SGP erbij. Even allemaal geregeld. Maar deze keer zullen we het niet over onze kant laten gaan. Als stikstof en landbouw niet controversieel verklaard wordt, dan zullen wij, ondanks dat het kabinet gevallen is, keihard op moeten toeren. We hebben gezien wat de demonstratie in Den Haag, hoe die geblokkeerd zijn, honderden trekkers buiten de stad en de maximale tegenwerking, dreiging van geweld. Maar wij hebben ervan geleerd. En er zal een publieksonvriendelijke actie komen. Rutte, houd er rekening mee. En die komen op jouw konto. En die zullen straks zijn van jouw verkiezingsuitslag. Dus ben wijs. Verklaar stikstof en landbouw controversieel. Ja. En laat dat aan het volgende kabinet over. Dan zul je van ons geen harde actie hoeven verwachten. Mensen, hou het kopje erbij. In ieder geval, tot zover is de missie geslaagd. En het komt de strijders die allemaal de afgelopen tijd aan de gang zijn geweest. Met die fantastische bellenactie. Ja. Met die demonstratie in Den Haag, ondanks alle tegenwerking. En iedereen die met de CDA's op pad is geweest de afgelopen dagen. Mensen, dat heeft Rutte doen inzien dat hij beter zelf de lead kon pakken en de stekker eruit kon trekken. Komen er nou nieuwe verkiezingen aan, dan ligt het kaartenveld er weer anders bij. Dat is in ieder geval gunstig. Dus onze strategie, geen landbouwakkoord en de kabinetval is tot nu toe 100% gelukt. Door jullie. Mensen, bedankt. En samen gaan we op voor een goede toekomst. Groetjes.